Gelukkig hebben we iets anders om naar uit te kijken. Het Songfestival, want dat gaan we winnen. Dus er is wel iets waar we naartoe kunnen gaan. Om... Ik wil geen sfeerbederver zijn. Oh, nou, dat kun je ook heel goed maar, doen. Maar dat Songfestival gaan we niet winnen. Want oh? Er wordt nu de publieke opinie... die wordt met een of ander homofilmpje... Nou, wat is dat nou even opmerking? Nee, dit is een beetje... Dit is een homofilmpje. Kijk, Cornel Maas, of hoe die ook heet, zal het prachtig vinden. Maar ik vind het filmpje vind ik helemaal niks. En dit liedje vind ik een zeikliedje. Ja, wat zit hier? Dat filmpje wordt ten eerste niet vertoond daar. Het is verschrikkelijk. We hebben nu een paar jaar... Wat is dit nou? Ja, nou zeg je niks. Nee, we hebben nu een paar jaar hebben we goede zangers. We hebben Douwe Bob gehad, we hebben Welende gehad, we hebben Anouk gehad. Ja, hebben niet gewonnen. Nee, waarom niet? Anouk kan geweldig zingen, ja. Had het verkeerde liedje. Waylon, die koos het verkeerde liedje. Dat was een heel goed liedje, maar als die had vijf liedjes. Als die ballad gekozen had, maar die is zo eigenwijs, die weet alles beter. Ja. Die gewoon een song was. Dat is jouw zonde, jouw buitenlandse zoon. Toen had je die twee, Waylon en die countryzangeres. Ja, de Common Linnets heette ze toen. Precies. Ja. Die mevrouw die heeft een snikkende stem. Waylon heeft soul. En ze kozen een liedje waar geen snik en soul in zat. Weer de tweede. Ja. Toen hadden we Anouk ook nog. Ja, maar die had gewoon een slecht liedje. Douwe Bob had wel een mooi liedje. Maar de tijd dat Sieneke gestuurd werd... dat je doodschaamde dat je Nederlands paspoort had... Shalalali, shalalala. Ja. Nou ja, prima tekst. Nou, in het buitenland hebben ze dat niet uitgezonden, die teksten... want dat vonden ze politiek getint, hè. Maar, hebben ook nog zo'n Indiaan gestuurd? Franka of zoiets? Ja. Maar die stond vals te zingen met die tooi. Ja, maar in ieder geval, we hadden zangers die konden zingen. En maar had Danny Vera moeten gaan met Rollercoaster bijvoorbeeld? Nou, Danny Vera zou er uitermate geschikt voor zijn... want deze qua jongen, ik vind het... Helemaal hij niks. Staat bij de boekmakers met afstand op één, hè? Maar ja, wat jij vindt en de boekmakers en de publieke opinie... zou maar zorgen zijn. Ik vind het helemaal niks. En ik vind het filmpje vind ik bijna stuitend. Ja, maar dat filmpje wordt niet vertoond. Hij gaat er gewoon op het podium zitten. Nee, maar daar is hij dus... in Nederland hebben ze op de tv dat filmpje getoond. Daar heb je en moeite Cornel met. Maas die vond het bedenkend op. En hoe heet hij? Cornel Maas heet. Ja, ja, want die schijnt er verstand van te hebben. Want je kunt niet over het Songfestival lullen of hij zit te oreren. Maar met al zijn adviezen en wat hij doet... hebben we nog nooit een prijs gewonnen. Maar stel dat we nu wel winnen. Dan wordt dit uitgezonden wat je nu allemaal geroepen hebt. Nou, wat een ja, maar dan blijf ik de kut nu wat, binnen. Ja, maar ja. Wat dacht je wat de verleden jaar won? Die kip. Ja, dat was ook niet verkeerd. Nee, maar als er een vent met een wijf met een baard kan winnen... Ja. Een vent met een maar die won van de Common Linnets toen volgens mij. Ja. Die Conchita ja, ja, dat kan wel, maar het is toch lachwekkend. Maar stel nou dat hij het wint. Je neemt niks terug hiervan. Nee, neem ik niks van terug. Nee. Ik vind het vreselijk. Dus eigenlijk... En ik vind ook als land... als land moet je een goede vocalist uitzenden... en niet een jongen die niemand kent en die net begint. Die moet in het Dorpscafé zingen. Eén keer luisteren nog dan. Ik vind het toch mooi. Ik zou het geweldig vinden als hij zou winnen. Dan wordt hij allemaal teruggehaald. Daar hoef jij niet bang voor te zijn. Dan denk je echt dat het absoluut mogelijk is. Nee, dit is niks. Ja. Dit kan een Valentijntje worden, hè, wat je nu aan het doen bent. Oh, nee hoor. Ja, dit kan echt een Valentijntje worden. Nee. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel.